De Tweede Wereldoorlog. In deze video van de reeks over de Tweede Wereldoorlog zal de oorlog in de lucht centraal staan. De lucht, en daarmee de luchtmacht, was een nieuw strijdtoneel in de Tweede Wereldoorlog. Hoewel er in de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog ook al vliegtuigen ingezet werden, speelden deze vliegtuigen nog geen grote of doorslaggevende rol. In de Tweede Wereldoorlog speelt de luchtmacht van verschillende landen een grote rol. In de eerste video van deze reeks over de Tweede Wereldoorlog hebben we al gezien dat de Duitse Luftwaffe een belangrijk onderdeel was bij de zogenoemde Blitzkrieg-tactiek die de nazi's toepasten bij hun inval in Polen en het westen van Europa. Ook de Britse luchtmacht, de Royal Air Force, speelde al een belangrijke rol tijdens de Battle of Britain in 1940. Zonder de inzet van de RAF was de oorlog wellicht heel anders verlopen. De inzet van de luchtmacht is al voorbijgekomen in eerdere video's, maar in deze video zal de inzet van vliegtuigen bij grootschalige bombardementen centraal staan. Een geheel nieuwe tactiek met grote gevolgen. De Battle of Britain was de eerste slag uit de geschiedenis die volledig in de lucht werd uitgevochten. De Luftwaffe en de Royal Air Force zetten duizenden vliegtuigen in bij deze slag om Engeland. Eind oktober kozen de nazi's voor een andere tactiek, namelijk het bombarderen van Britse steden. Met name Londen en industriesteden in de Midlands hadden het zwaar te verduren. Ook de Britten begonnen met het bombarderen van Duitse steden. En binnen de Royal Air Force was er een aparte tak die zich bezighield met het bombarderen van Duitse steden, het zogenoemde Bomber Command. In de jaren 1940-1945 hield Bomber Command zich bezig met het bombarderen van Duitse steden. Toen de Verenigde Staten in december van het jaar 1941 deelnam aan de oorlog, hield de USAAF, de United States Army Air Forces, zich ook bezig met grootschalige bombardementen op Duitse steden. Op de dia zie je het tonnage aan bommen dat gegooid is door het Bomber Command en de USAAF. Dit zijn enorme aantallen met enorme gevolgen, bijvoorbeeld voor de stad Hamburg. Een van de meest grootschalige en heftige bombardementen van de Tweede Wereldoorlog in Europa was het bombardement van Hamburg. Deze aanval liep van 24 juli tot en met 3 augustus. Het Bomber Command viel 's nachts aan en je ziet op de achtergrond van de dia het gevolg van deze aanval of aanvallen. Eigenlijk zie je dat alleen de buitenmuren van verschillende gebouwen nog overeind staan, maar dat verder daken van gebouwen zijn geblazen, dat ramen gesprongen zijn en dat een hoop gebouwen ook deels of geheel in zijn gestort. Een groot gedeelte van Hamburg was ook na deze bombardementen dan niet meer bewoonbaar. Arthur Harris, de man die je ziet op de dia, was hoofdverantwoordelijk voor deze bombardementen. En deze Arthur Harris was een Brits luchtmaarschalk. Hij droeg de bijnaam Bomber Harris en die dankt hij aan zijn tactiek die hij vaak gebruikte van tapijtbombardementen, die dus enorme aantallen bommen dropte op Duitse steden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het bombardement op Hamburg noemde hij Operatie Gomorrah. En deze aanval was zeer dodelijk, mede omdat de nazi's de bevolking van Hamburg hadden bevolen om de stad niet te verlaten. Kortom, niemand mocht van de nazi's vertrekken tenzij men speciale toestemming had. De nacht van 27 op 28 juli is de dodelijkste nacht van operatie Gomorrah. De Royal Air Force, of althans de Bomber Command, vloog met maar liefst 722 vliegtuigen over de stad. En de omstandigheden waren eigenlijk, vanuit het oogpunt gezien van de Royal Air Force, in ieder geval ideaal voor het stichten van een brand. Het was namelijk de droogste en de heetste maand in 10 jaar tijd. De massa's brandbommen die de Britten dropten op de oostkant van de stad versnelden het samensmelten van individuele branden tot één grote vuurhaard. Er ontstonden enorme vuurstormen in Hamburg, waarbij aan de grond winden met orkaankracht door de stad raasden. En dit maakte dat de vlammen zich nog sneller verspreidden. Volgens onderzoek, wat na de Tweede Wereldoorlog is uitgevoerd, kwam zo'n 70 tot 80 procent van de 40.000 mensen die in Hamburg woonden om het leven tijdens dit bombardement.
Laten we even kijken naar een Engels en een Duits nieuwsfragment betreffende het bombardement van Hamburg. One of the greatest serial stories of the war, the battering of Hamburg. By night and day, the big German city was subjected to Allied air assaults without parallel in history. As each of the British night attacks was made, an army of between 5,000 and 6,000 RAF flyers were in the air over Hamburg within an hour. With ground crews, that means around 100,000 men engaged in each night's offensive. In almost less time than it takes to tell, the cargoes of our bombers shattered military objectives in the city and started hundreds of fires. The second installment of our serial story takes us again on the way to Hamburg in daylight, this time with the United States Army Air Force. In these attacks, some 4,000 American flying men, including fighter escorts, went into action. Over the target, the Americans found an enormous amount of smoke rising from the fires caused in the RAF night raid a few hours earlier. However, they went in and proved that there are certain kinds of hamburgers they don't like. Naturally, the powers that be wanted proof positive of the effectiveness of this almost non-stop series of raids. So photographers secured pictures of Hamburg after the earlier Allied visits. Close study of these stills shows that up to that time, much damage of military importance was done. Objectives identified as having been thoroughly blitzed in this, Germany's second largest city and biggest port, include the huge gas works, the Blohmenvoss submarine slips, port installations, shipping, shipbuilding yards, marshalling yards, locomotive sheds, and hundreds of factories. The havoc in the docks and on the railways is very obvious. Altogether, it is estimated that in the whole series of raids, no less than 7 square miles of Hamburg were laid in ruins. This includes the area which produces, or rather produced, one-third of the German U-boats in service. This was a locomotive shed, a busy place in pre-Blitz days, but most of these structures are now about as much use to the Nazis as last Sunday's newspapers. Later installments of our serial take us again and again with mighty air armadas of the RAF by night over Hamburg, where defenses made desperate efforts to ward off the terror raining down from the skies. Down there is a pyrotechnic display the like of which has never before been seen. Goering visited the devastated city of Hamburg and declared that it would be avenged. He, of course, is the man who once declared that British planes would never fly over Germany. In 1 week, the total tonnage of bombs dropped on Germany, particularly Hamburg, by aircraft operating from Britain exceeded 12,000 tons. Which just goes to show that Goering is a bad prophet. Neutral sources report that in 8 heavy Allied raids on Hamburg, more than 58,000 people lost their lives and 180,000 lost their jobs. That's nearly 250,000 German war workers less than a week ago. A brilliant tribute to Allied Knights of the Air. Zwischen dem 25. Juli und 3. August 1943 findet ein Vernichtungsschlag statt, der alles zuvor in den Schatten stellt. An der angloamerikanischen Operation sind 3000 Flugzeuge beteiligt. Es sind die bis dahin schwersten Angriffe in der Geschichte des Luftkriegs, die der britische Luftmarschall Arthur Harris verantwortet. Der Ausbau der Flak konnte ab 1943 nur durch den massiven Einsatz von Hitlerjungen erreicht werden. Auch das hilft nicht. Die Übermacht ist zu groß. Die englische Militärsprache ist um eine Vokabel reicher. Hamburgisieren. Die systematische Vernichtung einer Stadt. Gezielt eingesetzte Brandbomben bilden einen Feuersturm, der auf seinem Weg alles und jeden vernichtet. Rothenburgs Ort, Hammerbrook und Borgfelde, die Altstadt von Altona, werden fast vollständig zerstört, die anderen Bezirke schwer getroffen.
Die Flugzeuge werfen Zehntausende Minen und Sprengbomben sowie 3 Millionen Brandbomben. Eine 250.000 Wohnungen werden zerstört. Es sterben Zehntausende. 900.000 Hamburger werden obdachlos. Es ist die größte Katastrophe, die Hamburg in seiner Geschichte erlebt hat. Van de man die verantwoordelijk was voor deze aanvallen, luchtmaarschalk Harris, werd in 1992 een standbeeld onthuld om zijn heldendaden te herinneren. En toch is dat opvallend te noemen. Want wanneer we spreken over Hermann Göring, de Duitse luchtmaarschalk, spreken we vaak van een kwaadaardig persoon omdat hij verantwoordelijk was voor bombardementen op verschillende westerse steden. En terecht. Maar Arthur Harris wordt een held genoemd, terwijl hij dezelfde verantwoordelijkheid had, alleen dan voor een hoop Duitse steden. Dit is een typisch gevalletje van de winnaar schrijft de geschiedenis. Hoewel de oorlog in de Pacific met name een zeeoorlog was, waren vliegtuigen onmisbaar in deze strijd. Vliegtuigen die boven zee ingezet werden voor verkenning, strijd die in de lucht gevoerd werd tussen Japan en de Verenigde Staten, en het bombarderen van Japanse steden kenmerkt deze strijd in de Grote Oceaan. De man die verantwoordelijk was voor Amerikaanse bombardementen zie je hier op de dia, Curtis LeMay, een generaal van de Amerikaanse luchtmacht. LeMay had een zin die hem beroemd en berucht maakte, namelijk bomb and burn them till they quit. Bombardeer en verbrand ze tot ze opgeven. Zijn meest beroemde en tegelijkertijd beruchtste bombardement was het bombardement van Tokio. En dit bombardement, onder de naam Operation Meeting House, vond plaats op 9 en 10 maart 1945. Op 9 maart 1945 deed het 21ste bomwerperscommando van de USAAF zijn eerste grote aanval met brandbommen op Tokio. Daarna vlogen 334 vliegtuigen over om een bommentapijt op de stad neer te laten dalen. Zowel op woongebied als op industriegebied. De USAAF deed het af als een precisiebombardement. Dat wil zeggen dat zij claimden dat ze alleen bommen hadden gegooid op exacte locaties zonder veel nevenschade. Het tegendeel was waar. Het werpen van tapijtbombardementen werd een strategie die door menig land werd ingezet ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het tapijtbombardement zorgde voor enorme schade aan steden en industriegebieden en had enorme aantallen slachtoffers tot gevolg. In Tokio gingen tijdens de aanval van 9 en 10 maart 1945 meer dan 250.000 gebouwen in vlammen op, mede door toedoen van de harde wind die het moeilijk maakte om de branden te blussen. Huizen van hout vatten binnen enkele seconden vlam en die waren dan ook niet meer te redden. Er stierven naar schatting 83.000 mensen direct en nog eens 41.000 mensen raakten gewond door deze aanval, waarvan nog eens 20.000 mensen zouden sterven aan hun verwondingen. En dat maakte dat deze aanval, Operation Meeting House, dodelijker was dan de aanval met de tweede atoombom op Nagasaki op 9 augustus 1945. Daarover later nog meer. Voor generaal LeMay was het nog niet genoeg. Zolang de Japanners niet capituleerden, bleef zijn strategie om Japanse steden en industriegebieden grootschalig te bombarderen en daarnaast werd de oorlog op zee voortgezet. Met de oorlog in de lucht was er een nieuw dodelijk strijdtoneel in de oorlogsvoering bijgekomen dat niet meer zou verdwijnen. Dit nieuwe strijdtoneel maakte het dat burgers nog meer betrokken werden bij de oorlogsvoering. Oorlog werd niet langer alleen maar met veldslagen of zeeslagen uitgevochten, vaak ver weg van steden, maar de burgerbevolking leefde in constante angst voor bombardementen. In deze video stond de oorlogsvoering in de lucht centraal. De Battle of Britain van 1940 is kort nogmaals aangehaald omdat dit het eerste luchtgevecht was in de geschiedenis.
Daarna stond het bombarderen van steden centraal en de impact die deze nieuwe tactiek had op de oorlogsvoering en op de burgerbevolking. Ook hebben we gezien dat twee mannen met dezelfde functie en dus ook dezelfde verantwoordelijkheid, Arthur Harris en Hermann Göring, heel anders de geschiedenis ingegaan zijn. Een voorbeeld van de overwinnaar schrijft de geschiedenis. De volgende video in deze reeks over de Tweede Wereldoorlog gaat over het einde van de oorlog in Europa. Vond je dit een interessant filmpje? Wil je meer weten en op de hoogte blijven? Abonneer je dan op ons kanaal en zet je meldingen aan.